vaak is het meestal familie, hè? Ja. Ja. Ik ga er precies tussendoor. Ik ga er precies tussendoor. Nou, een 16-jarig meisje uit Rotterdam, leerlingen ook van deze school, is in de fietsenstalling neergeschoten. Ze raakte zeer ernstig gewond. Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd te reanimeren en dat mocht helaas niet meer baten. Ze is overleden. De verdachte, een 31-jarige Rotterdammer, hebben op de Bergse Laan aangehouden. Wat is de relatie tussen de verdachte en de dader? Tussen de verdachte en de slachtoffer? Het zijn bekenden van elkaar, maar wat precies hun geschiedenis is, dat is ook onderdeel van het onderzoek. Volgens getuigen is er 7 tot 8 keer geschoten. Kan je dat bevestigen? Ja, we zijn druk bezig om te kijken wat er is gebeurd, zowel vooraf, tijdens als na het incident. We gaan met getuigen spreken, we willen camerabeelden bekijken. Dus ja, hoe vaak er geschoten is, wat er precies is gebeurd, daar zijn we druk mee bezig. Zijn andere leerlingen getuigen geweest van het voorval? Ja, gezien het tijdstip, er zijn mensen getuigen van geweest, ook leerlingen. En iedereen die tijdens of na het incident getuige is geweest, die wordt opgevangen. Uiteraard wordt ook de familie opgevangen, die zullen professioneel begeleid gaan worden.